Nou, dit kan niet kloppen. Ik denk dat de peilingen gehackt zijn door de Russen. De bal is rond. Nou, er gaat van alles door mee, maar vooral dat we op de goede weg zijn. Dat valt mee. Nou, we hebben een stijgende lijn te pakken. Jullie staan op verlies. We staan op verlies, zeker. Maar na de Tweede Kamerverkiezingen stonden we er aanmerkelijk slechter voor. Voel jij de druk van het links leiderschap al hier in Den Haag? Nee, ik voel die druk niet. Ja, het liefst had ik er 45 gehad, maar dat is natuurlijk utopisch denken. We zien nu in de cijfers... Vind ik een apart antwoord voor een democraat. Je wilt toch een beetje dualisme? Ja, het kan heel dualistisch zijn. Hoor. Wat je ziet is dat er nu 4 partijen worden gekwalificeerd als die mee gaan doen. Ik denk dat het veld nog wat verder in elkaar gaat schuiven. En ik geloof er nog steeds in dat de Stadspartij gaat meedoen. Jouw oude partij, de PVV, zakt in deze peiling. Ja, maar dat is ook logisch. Want dat is een partij die niet zo heel veel gedaan heeft de laatste 4 jaar in tegenstelling tot onze partij. Jullie hebben nu 2 zetels volgens deze peiling. Is dat voldoende voor wat jou betreft? Nou, wat mij betreft gaan we minimaal voor de 3, voor de hattrick. Ja, we staan er nu goed voor. Maar zoals men dat in goede wielertermen zegt, Parijs is nog ver. Dus we moeten nog hard werken. 21 maart om 1:30 s'nachts, dan ga ik een paar biertjes drinken op de uitslag. We gaan nu dus doordrinken natuurlijk ook wat biertjes. Dat doe ik ook wel eens. Robert van Asten, goede benen vandaag? Goede benen vandaag en ik hoop ook tot 21 maart dat we lekker kunnen doortrappen. Het CDA staat nu pas in de startblokken en we gaan zeker aan de slag. It gate on, dat is wat deze peiling, want het is niet meer dan een peiling, nu laat zien.